Welkom bij weer een nieuwe vlog. Eerste keer vakantie. Wij liggen vandaag weer bij CBBC. Allerlievelingsstrand, denk je. Ik mag het nu zeggen. Nu jullie allemaal content van de zonnige juli zien in Ibiza, zijn wij gewoon in Nederland. En dit wordt onze toekomstige tweede babykamer. Onze achterpui is eindelijk hier. We zijn nu bij Romein Daan. We gaan alles mooi versieren. Ik dacht dat ik te weinig had. Nee, het is een bus vol, Marie. Ja. Want ik wil echt overal waar je kijkt, balloons. Wat een hectische vlog. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Dit keer gaan we een extra vlog upload op de zondag, omdat we hiervoor twee keer het eigenlijk niet hadden. Om een beetje goed te maken, aangezien onze vlogs een beetje onregelmatig waren, hebben we dus nu een extra vlog voor jullie deze zondag. Deze vlog wordt super leuk, want jullie gaan onder andere zien Rocket's eerste vakantie samen met Bel. Ondertussen zijn Jamie en ik druk bezig in Nederland met onze verbouwing van ons huis. En Romeo wordt ten huwelijk gevraagd in Ibiza. En ik ben met mama en onder andere familie van Daan het huis aan het versieren voor Romeo als surprise. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren en duimpjes omhoog. Wij gaan zwemmen! Hallo Rocket. Hij is net wakker. Sorry Rocket. Rustig aan, pas goed op elkaar hè. Love ja. Oh Rocket, is de eerste keer weer Schiphol? Oh nee, tweede keer. We hebben een keer Loesje opgehaald. Tweede keer. Op Schiphol. Oh, ik wil net zeggen. Eerste keer vakantie. Met mijn zuster. Niemand herkent mij zo, ik ga stuk. Niemand herkent mij zo, nou ja, zonder make-up. Zonder make-up. Jawel, denk ik wel. Dag papa. Ik liep net in het dorp en ik zeg iedereen gedag. Ja, en niemand... Ah! Waar ik red? Nou. Zo, oké. So far so good. Familie, zijn we er klaar voor? Zeker weten. Hoe zit Bel eigenlijk? Oh, hi Belly. Hallo. Oh, die heeft eigen stoel hoor. Oh, daar gaat mijn koffer. Kijk nou. Nou, precies op de vlog. En wordt gedaan door een enig meisje met krullen. Beeldig. En Rocket is lekker chill nog. Hey, Rock. Rocket, hoe is dat gegaan? Ik moet zeggen, onwijs goed. Het is echt, we hebben wel expres een avondvlucht genomen, aangezien die dan nog mooier is. Dus dan, we vlogen volgens mij om 8:30, 9:00 uur. Dus toen we in het vliegtuig aankwamen, vond hij het wel een beetje spannend. Maar toen heb ik hem meteen aan de borst gedaan. En toen gingen we opstijgen. Dat wil je helemaal niet mee. Toen gingen we opstijgen en toen is je eigenlijk in slaap gevallen tot en met eigenlijk wel vrij de landing eigenlijk. Toen moest ik hem wakker maken van het personeel. Dus van 1 tot 10, hoe ging de vlucht? Een 10, een top. Een 10, een top. En de terugvlucht ging eigenlijk precies hetzelfde. Dus het was ook heel relaxed. Wel heel veel in de draagzak. Dat is bij ons echt de meest beste uitvinding ever. Lifesaver. Maar wat bij ons gewoon hielp is dus inderdaad de avondvlucht. Is de avondvlucht, omdat hij dan gewoon al moe was. Dus ik weet niet hoe het zou zijn als we een middagvlucht of iets zouden boeken. Maar daar heb je wel rekening mee gehouden, dat je expres wel in de avond. Ja. En hoe vond Romeo het met Bel? Nou ja, Bel is ook super relaxed. Romeo had een autostoel, dus had een extra stoel gekocht voor die kleine. Dus die ging gewoon in de autostoel en die heeft een hele vlucht geslapen. Die vindt deze gemerkt dat we in de vliegtuig zaten, denk ik wel. Nee, die is ook echt toch relaxed. Ja, dus het was echt heel, heel fijn. Oh ja, met stress, met inpakken was ik wat vergeten. Nee, ik had alleen veel te veel mee. Ja. Ik had veel te veel hapjes mee, want dat kan je daar ook gaan kopen. Veel te veel hapjes mee, extra pakken luiers en doekjes. En daar heb je ook gewoon een supermarkt. Maar ik dacht, ja, ik was gewoon een beetje te panisch misschien. Ja, ik dacht misschien is iets gesloten wegens corona. Ja, ik weet het niet. Dus nu voor de volgende keer. Ik neem sowieso minder kleding mee, want hij heeft heel veel rompers aangehad. En op het strand eigenlijk. Een luier. Een luier. Of geen luier. En wel heel veel hoedjes heb ik nodig gehad. Hoedjes en doeken, dat wel. Maar voor de rest veel te veel mee. Dus dat weet ik voor de volgende keer. Dus was ik iets vergeten? Mij? Jou. Ja. En ik had wel heel veel winterse dingen ook wel toch meegenomen. Heel veel vestjes en dingen. Maar in Ibiza was het echt, echt warm. Dus dat heeft hij niet aangehad. En heel veel schoentjes, maar dat doe je ook niet aan op het strand. Nee. Dus volgende keer neem ik het veel praktischer mee. En anders is daar altijd een Zara en zo. Ik bedoel, ik zag daar 100 dingen om te kunnen kopen. Dus voortaan neem ik iets minder mee. Dat scheelt in de koffer qua gewicht. Want we hadden veel te veel overgewicht. Ja? Ja. Ik moest het ook betalen. Ja. Lekker dichtbij over zijn eerste ochtend. Het Oku.
different plan of setting. Ons appartement was vreselijk. En hier is het prachtig gelukkig. Nou, we zitten hoor. Goedemorgen. Goedemorgen, een echt vreselijke nacht. Maar goed, we zijn nog steeds happy. Zitten we bij Opel Hotel. En we blijven baby. Hier ook. En we blijven hier gewoon. We gaan niet meer weg. We gaan niet meer weg, we gaan nooit meer wat anders zoeken. Heerlijk. Dit was al in eerste instantie ons idee, maar het zat vol. Maar nu hebben we toch nog een plekje weten te bemachtigen. Rokslaap. We gaan zo lekker naar CBC. Het is hartstikke lekker weer. We hebben heel weinig geslapen. Maar dat maakt niet uit, want we zijn op vakantie. We zijn toch wel gewend. Ja. Oké, wij gaan zwemmen, Robert, voor het eerst. Nee, niet voor het eerst, maar voor het eerst in de grote zee. Yay! En we zitten met Bel is even aan het poëpen. Knetteren. Bij CBC. We hebben in deze handdoek gekocht, want die man had nog niks verkocht. Dat was zijn verkooppraatje, maar toch maar ingetrapt, hè? Ja! En Romee en Bel en Daan zitten in de zee. Super schattig. De baby's zijn allebei aan het slapen. En wij zijn heerlijk aan het eten. Carpaccio, de pastatje. Heerlijk uitzicht. Oké. Goedemorgen, ik ben de spulletjes aan het pakken vandaag. En we zitten dus weer in een ander hotel. Maar dit is ons appartement, heel veel gedoe, maar niet uit. We hebben heerlijk mooi uitzicht. Hoe mooi het uitzicht is hier. En we gaan vandaag een stranddagje doen. Ik draag de Reiners Cheeky Bikini. Dit is echt mijn all-time favorite. En nou ja, Reiners slippertjes ga ik aandoen. Ik heb een Zara shortje aan. En een Heren Preston top om er overheen te combineren. En dan ga ik straks even mijn total look aan jullie laten zien. Bies insmeren. Ze helpen elkaar. Romee komt straks bij jou. Romee komt straks bij jou. Lekkere voetjes. Een mooi badpakje heb je aan, Bel. Ja, Bel is een Indiaantje. Ik wil je kijken, Rok beweegt niet. Hey Rok. Hallo liefie. Gewoon ook even insmeren. Wij liggen heerlijk bij Cotton Beach Club beneden. Voelt opeens een heel windje. Rok het heeft net gezwommen, hè Rok. En ik ga nu even een goede luiertje aandoen. En Romee achter mij is Bel aan het verschonen. En wij gaan straks heerlijk naar Ibiza stad omkleden. En ik draag vandaag de Reiners bikini. En het is heerlijk weertje, dus ik heb steeds mijn vlecht in. Het doet papa nou, Rocket. Het doet papa nou. Ja, we hebben van appartement moeten wisselen toen we aankwamen op Ibiza. Ja, vertel het verhaal, de ellende. Marie en ik boeken altijd op Airbnb. Voor Parijs, Rome, Santorini. Altijd via Airbnb en het gaat altijd goed. Het is altijd zoals de foto. En aangezien jullie last minute gingen, was elk hotel vol. Ja, en Maromee, ik en Daan en Mike wilden altijd al een keer in Ibiza. In die Botafoghaven heb je dan allemaal van die appartementen, al die kleurbalkonnetjes. En omdat we nu met de beest voor de eerste keer gingen, dachten we, nou hoe fijn om midden in Ibiza stad te zitten. Alles op loopafstand, met een zwembad. Nou, foto's zagen er splinternieuw uit. High-tech apartment. Nou, kon niet beter eigenlijk. Mega kostbaar, maar dachten we, doen het gewoon. We wilden het altijd al. En hoe chill is het om met de baby's een zwembad en alles gewoon in de buurt te hebben. Nou, toen zijn wij aangekomen midden in de nacht. Was dat. Dus, want onze koffers duurden lang. Dus we waren denk ik om 1:30 s'nachts in Ibiza appartement. En alles was gewoon fout. Het dekbed was vies, het matras was vies, de tv was stuk, het interieur was stuk. Overal liepen mieren, haren. De hele badkamer was verroest. Gewoon niet kidsproof. Als je dan denkt met tweeën, dan denk je misschien... Of nou, en als ik gewoon iets goedkoper had betaald, had ik het ook nog wel gewoon prima gevonden. Maar voor dit geld zeker niet. De vrouw die ons de begeleiding gaf, die sprak geen Engels. Dat was heel lastig. Wat ze wel duidelijk maakte is, als jullie 1 dag hier blijven slapen, krijgen jullie geld niet terug. Dus ik heb eigenlijk met Romee en iedereen gezegd, nou dan blijven we hier niet slapen. Zijn we om 1:30 s'nachts uit het appartement moeten stappen. Heeft Oku Hotel ons gered voor 1 overnachting. En daarna zijn we weer naar een ander appartement gegaan. Want het was volgeboekt en we waren in hoogseizoen gegaan. En uiteindelijk zijn we dus beland in een appartement. Wat super fijn was. Dus dat was eigenlijk de meeste stress. Maar we konden er om lachen. En de baby's hebben gewoon geslapen. Dus het was nog wat grappigs aan. Ja. Maar goed, het was geen lekker start van de vakantie. Wij liggen vandaag weer bij CBBC. Allerlievelingsstrand, denk je. Rocket vindt hier ook het lekkerst. Die lekker op die lichtbedden kan liggen. En lekker een zeetje in. Hij is helemaal chill. En onze drankjes komen net aan. Heerlijk bij het bedje ontbijten. Maar beter dan dit kan het niet. Mopje. Hallo. Oh, het ziet er zo lekker uit. Jij en het drankje. Hallo. Lift op het lekker, Sista en Bel en Daan.
wachten op ons eten. Ik kan niet wachten. Ik heb zo'n honger. Heerlijk, licht dagje, relax dagje hier vandaag. Hoe leuk. Daar komt de hele comité met eten. Oh, wat lekker. En weer eten. En de baby's. Ah, Rocket is ook wakker. Ik moet zeggen, Rocket slaapt. Hey, doei. Oh, mijn baby slapen. Nog. Mee heeft gamba's. Ik heb sushi. Jawel, kom maar aan. Heerlijk. Eén hapje. Eén hapje snel. Wij zijn nu klaar. Standdagje CBBC. En we gaan nu heerlijk naar de stad. En als je denkt, wat hoor ik? Dat is Romee met Bel. Nu even de baby's aankleden. Rocket zit aan de borst. En dan onderweg naar de stad. Good morning. Goedemorgen. You are too cool to be cute. Ja. Hé? Ja, hallo. Hallo. Ga je kletje. Another day, another outfit. Ik draag vandaag de Reiners bikini. Met een leuk shortje. Loesje heb ik even uitgedaan. En mijn nieuwste oorbellen. En we zitten heerlijk bij CBBC with family. Kijk eens hoe leuk Romee shined in de Reiners sparkles. Met sparkle bikini. Met sparkle bikini. Leuk. En we zitten heerlijk aan een churantje. Fantatje. Heerlijk weertje. En we wachten op Liz en Guillaume. Dat is mijn of onze nicht en zwager. Dan gaan we een heerlijk dagje chillen. Kijk eens wat Rocket aan heeft. Rocket gaat in smoking. Hé? Romee denkt dat we naar Pampoela gaan. Maar ze wordt er niet lekker vragen. Oké, klaarmaken voor Bambuda with the sister. But the sister is gone. He left me. Oh kijk, daar haal je hem. Ja, hola. Hola, hola, hola. Zo, deze is niet veel te licht. Nee. Boeie. Romee is lekker vandaag in de zon geweest. Ja, mijn haar klopt zo raar anders hier. Altijd met warm weer. Het beste is om het gewoon te laten, denk ik. En het licht is hier vreselijk. FaceTime met de familie. We gaan klaarmaken. Romee is ook al klaar. En Rocket heeft echt een superleuk outfitje. En ik heb nog een blazer aan. Romee heeft alles van de Zara aan. No spon. Huurlijkse aanzoek. Ja. Oh my god. Oh my god. Ja, het was dus zo. Het is natuurlijk 2 jaar corona geweest. Dani wilde Romee al vragen. En toen dacht hij op een gegeven moment, oh, we gingen plots vlog naar Ibiza. We hebben het woensdagavond of donderdagavond bedacht. En zaterdag zijn we gegaan. Hij dacht, shit. Dus hij dacht, shit, dat, ik wil daar doen. Nou, ik ging mee. Hij wilde het mij vertellen, aangezien hij wilde dat ik foto's en alles ging maken. Ik ben naar mij toe. Dus daar alles in de Ibiza, last minute geregeld. Oh. Mama. Alles last minute geregeld via de verhuurder van ons appartement. Dus dat was echt super fijn. Nou ja, en Dani heeft het in de puntjes verder helemaal uitgezocht. Ik heb met Romee nog snel in de Zara. Zei ik, heb je geen nieuwe outfit nodig? Ik was er maar op het hameren, want ze had niet echt iets mee. Wel lekker makkelijk had ze allemaal mee. Dus ik zei tegen Romee, nou we gaan naar Bambuda, kom op. Dus ik was aan het hameren op een outfit. En toen eindelijk bij de Zara had ze een hele mooie blouse gevonden. Riem en broek. En voor de rest, je hebt het vast wel gezien het filmpje. Dus als je het niet hebben gezien, kun je het kijken op hun privé Instagram. Ja, je hebt het aanzoek niet gefilmd doordat je natuurlijk helemaal into the moment was. En ik vond het zelf ook niet leuk om daar met een vlogcamera te staan op te beelden, want het werd dus ook gefilmd. Het was zo romantisch en echt hun moment. Dus Romee en Daan zijn onderwijs blij dat ze gaan trouwen. Ze hebben er geen haast bij, omdat we volgend jaar al heel veel bruiloft te hebben. Dus we gaan het kijken. En dus ik wist het al van tevoren. Wist jij het al van tevoren? Nee, Dani wilde eigenlijk zoveel min mogelijk mensen het wisten, want hij was heel bang dat mensen zich verspraken. En of dat hij dan appjes kreeg van is het al gebeurd? Of Romee toch iets last op zijn telefoon, of dat ik hem succes had gewenst. En ook voor zichzelf, want hij was best wel zenuwachtig. Dus hij wilde dat gewoon niet. Nee. Dus ik was echt de enige die wist. En hij had natuurlijk wel goedkeuring aan mijn vader en mijn moeder gevraagd om te kunnen trouwen. Ja, dus echt ouderwets. Dat moet eigenlijk hoort. Ja, dus die wist het ook. Dus wij hebben echt alles. En ik heb elke keer die ring moeten bewaren in mijn tas. Dat was vreselijk. Ja, Romee mocht geen luierdoekjes pakken. Toen was je wel gestrest. Je zit natuurlijk best wel vaak in elkaars tassen onbewust. Ja, en ik zei elke keer, want ik had een hele mooie tas mee. Van, oh, ik ben zo zuinig op mijn tas. En ben ik er normaal gesproken ook, maar nu
was het echt extreem. Ik wilde elke keer die tas naast me hebben, want ik vond het ook eng. Want die ring was best kostbaar om dat kwijt te raken. En ik ben niet de beste persoon om dat aan te geven. Nee, ik had je ook niet echt dat gegeven. Nee. Maar hij wilde het ook niet in het appartement laten. Want dan was hij weer bang als er wel een inbraak was, dat het meegenomen zou worden. Dus al met al is het goed gekomen. En was ik heel blij dat het donderdag was gebeurd. Toen had ik nog 2 dagen rust. Ja. Onze hele vlog is hetzelfde. Het CBBC. Hoe voelen de newlyweds? Oh nee, eigenlijk nog niet newlyweds. Ah! Fiancé. Ik mag het nu zeggen. Ik dacht, wat zeg jij nou? Ik schrok gewoon. Hoe voelen we ons vandaag? Het is ontspannen. Ontspannen, ja. Ontspanje. Ontspanje, eindelijk, hè? Ja, oh. Verklaart een hoofd. Ja. Echt heel blij. Hij is prachtig. Lekker aan een zuutje. Ik heb deze erop gedaan, want anders durf ik te zwemmen. Ja, daar kom ik niet mee. En voor de nieuwe. Er is een champagne, but hey, jij rook het. Als je hard gaat, dan is het ook. Yo, Rupie. Hey, Rupje. Alles goed? Hey, we moeten je wat vertellen. Oh, wow, ben je? Ja. Oh, wow, jongens. Ik ben even op mijn knietjes, gegaan. Hallo. Leuk, hè? Hoe was jullie vakantie op Ibiza? Natuurlijk anders dan normaal gesproken. Normaal gesproken gaan we naar Lio. Elke dag laat in de avond maak je echt gebruik van de dagen. Elke, ja, precies. En elke avond uit eten, op een top gekleed. En nu hebben we het alsnog super chill en relaxed gehad. Maar zijn we veel langer op het strand blijven zitten. Tot 1:07. Toen hebben we ons omgekleed naar huis. Nadat de baby's slapen onderweg naar huis in de auto. De baby's gedoucht. En zijn we toch nog elke keer naar de Ibiza stad gegaan. Ja, jullie hebben met baby's zijn er nog heel lang voor. Ja, dus we hebben iets meer relaxed in Ibiza stad rondgelopen. Heel veel bij CBBC geweest. Dat kunnen we al zien in de vlog. Die bedden zijn gewoon aan elkaar vast. Dus het is gewoon chill met die baby's. En ze vonden de zee super lekker. Dus het was alsnog heel relaxed. Maar we zijn niet elke avond uit eten geweest. We zijn 1 avond uit eten geweest. Ja. Casamaca, wat heel leuk was. Een heel iets nieuw concept. Ja, en wat ook top was, als ik en Mike bijvoorbeeld wilden zwemmen, konden Romein en Daan gewoon bij de baby's even blijven als ze sliepen. Ja! Zij wil niet stilzitten. Maar jij wilde ook mee op vakantie, hè, Lila? Als ik haar nu loslaat, dan gaat ze elke kant op kruipen. Dat vind ik ook weer eng. Dus het is even anders. Waar zwaai je? Waar zwaai je? Kom, ga zwaaien. Ja, goed zo. Zo doet ze. Hallo. Dus al met al viel het reuze mee. Alleen je moet je natuurlijk aanpassen. Maar op zich heb je het mee gaan moeten aanpassen. Houden. Dat het iets anders zou zijn met een baby. Maar het enige wat niet leuk was, we konden niet naar Destino. Want daar mogen geen baby's. Zijn we toch heen gegaan. Lunchen. Ja. Dat was echt all-time favorite. En we konden hier naar Lio. Maar goed, als dat alles is. Hè? Dan de volgende keer nemen mama, papa of wij mee. Dan gaan we per stel uit eten. Ja. We gaan naar het huis kijken. Joehoe. Het is heel erg veranderd, girls. Oké. Okay. Nu jullie allemaal content van de zonnige jury zien in Ibiza, zijn wij gewoon in Nederland. Hé, Livia. Ik heb dit ding gekocht bij Bob.com. Ik kan ze een beetje iets doen. Maar ze is er nog aan het kijken, maar of het leuk vindt, weet ik niet. Het zijn wel allemaal leuke dingetjes, Livia. Wij zijn niet mee naar Ibiza gegaan, aangezien wij volop in onze huisverbouwingen zitten. Voornamelijk Jaime. Die is mega druk met alle dingen regelen. En nu zijn echt de laatste loodjes van dat we moeten bepalen waar de stopcontacten komen. De punten voor de belichting. De trap zit er eindelijk in. De glazen pui en de achterwand zit erin. Dus voor ons was dit een hele drukke week. Konden we echt niet weg. En Romee is ten huwelijk gevraagd in Ibiza. En dat wisten we ook niet. Dus wij gaan nu... Nou, niet nu. Mama en ik gaan in het weekend van mee en Daan een hele huis versieren. Dat wij toch nog in Nederland iets leuks hebben gedaan. En hun hebben het heel erg gezellig. Een wit draakje bij mij. Hij ligt toch niet de hele dag op het strandbedje te slapen. Nee. Dus in dat opzicht zijn Rocket en Belle echt wel hetzelfde qua slapen en doen. En qua dit slaapritme. Livia is natuurlijk wat ouder, iets nieuwsgieriger. Dus ik was sowieso benieuwd of dat wel matchte. Dus wij gaan gewoon ooit weer lekker op vakantie met allemaal kan. Maar voorlopig blijven wij bij het huis. En Livia vindt de camera het leukste wat er is. Zeg maar hoi. Ga je zwaaien? Zwaaien. Ja. En dit is onze jongste vlagster. En wie is er bijna 1? Livia. Hiep hiep. Ze is helemaal onder de indruk. Maar ze kan dus nu hiep hiep hoera. En als zwaaien.
even zwaaien. Maar nu zit je natuurlijk de camera. En ik krijg altijd heel veel vragen waar de outfits van zijn. 90% van wat Olivia aan heeft is van de Zara. Nu ook de muts, de sweater, het jasje en de broek. Alleen de sokken van de thema, volgens mij. Je moet hier naar kijken. On our way to our new home. Nou, dat was leuk voor 5 minuten. En ze is hem al helemaal eraf getrokken. You're so naughty. Je lijkt zo schattig. Maar je bent een boefje. We zijn eindelijk weer op onze bovenste verdieping gekomen. Aangezien we nu eindelijk een trap hebben, jongens. We gaan natuurlijk nog allemaal schilderen. Dat is puur even de basis. Kom je hier aan. Zie je mijn 2 grote liefdes. Maar dit wordt mijn inloopkast. Er staan nu allemaal nog spullen in. Daar komen nog kasten. Hieronder kasten. Hier in het midden komt nog zo, zeg maar, zo'n tafel. Met mijn riemen en mijn accessoires en mijn sieraden. Dus hier heb ik dan een hele hoek van kasten. En dan heeft Jaim deze kamer voor zijn kasten. Hier eentje. Donker. Daar eentje. En hier komt een hele mooie spiegel in het midden met led. En dit wordt onze slaapkamer. En aangezien ik daar in de inloopkast nog niet genoeg ruimte heb, komt hier de tv. En hiernaast komen ook nog 2 kasten voor mijn spullen. En Olivia. En dan kom je kijken zo uit op ons tuintje. Zo leuk. En hier komen nog, op eerste verdieping komen nog dakramen. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Oké, dit is de bovenste verdieping. Hier komt het op de vaat om te wassen. De vaat? Ja, hoe noem je zoiets ook weer? De bord naar boven brengen natuurlijk. Nee, ik bedoel je wasmachine droger. Zo, dan gaan we nu naar onze eerste verdieping. Ah, je bent zo schattig. Wil je opeten? Dan gaan we naar de belangrijkste kamer in het huis. Olivia de kamer. Olivia krijgt gewoon hier haar eigen kamer. Mega groot, als meisje. Ik heb al heel mooi behang van Pimpel en Mees besteld. In giraffenprint een beetje dat jungle themaatje. Dit wordt jouw kamer. Lekker een voedingsstoel en een commode. Dat neem ik gewoon allemaal mee van thuis. Dit wordt onze kast voor de handdoekjes en eet. Etcetera, andere dingetjes. Onze aparte toilet. Ik vind het altijd heel vervelend als je toilet in je badkamer zit. Je moet hier eigenlijk even zo'n lichtje schijnen. Maar hier komen de wasbakken voor de badkamer. Zit in het midden van ons huis met een hele mooie led. Alles is van tegeldepot. Dan hebben we hier een soort frame gemaakt voor onze mooie spulletjes neer te zetten. En hier komt ons mooiste bad. Ja, die staat hier nog eventjes. Ook van tegeldepot. Mat, wit. Echt super mooi en mega groot. En dan komt hier onze douche ook van tegeldepot van Hotbad. Heel mooi. Maar dat kan ik jullie allemaal laten zien zodra ik het allemaal heb. En we krijgen hier een hele mooie glazen schuifdeur. Zodat je dat gewoon makkelijk kan afschuiven. En dit wordt onze toekomstige tweede babykamer. Maar voor nu eventjes Jaim's domein. De gamekamer. Allerbelangrijkste kamer voor Jaim van het huis. En ik ben zo blij dat eindelijk de trap in zit. Nu durf ik eindelijk naar boven. Beneden zijn we al heel end. Plafond. Deze hele wand wordt de keukenwand. En kijk hoe mooi. Onze achterpui is eindelijk hier. En we willen dus ook nog, dit is nog een oud dakraam. Hier over totale lengte. Nog een dakraam. Hey Livia. Hoi. Voor mooi daglicht. Nou, alle gipsplaten zitten er nog allemaal nog in nu. Gedaan, helemaal netjes. En qua verdere ontwikkeling kan ik niet zoveel laten zien, want ze zijn echt druk bezig. Maar hier komt eigenlijk over de volledige wand allemaal kasten voor de keuken. Kookeiland in het midden. En hier komt onze eettafel. En daarachter is de woonkamer met een cinema wall. Met een open haard en een ingebouwde tv. LED-verlichting. Echt super mooi wordt het. Zo blij mee. Zo, wij zijn gisteren bij ons huis geweest. Hebben voor jullie leuk gefilmd. En verder hebben we toch eigenlijk niets bijzonders gedaan. En ik heb voor Romee en Daan met Daanse familie hele leuke verrassingen geregeld voor thuis. We gaan het namelijk helemaal versieren. We doen het samen weer met Hippe Puree. Komt de ballonnen brengen. Maria regelt de taart. En Jasmijn heeft weer een hele mooie bos bloemen geregeld. En die heb ik dus net binnen. Die zijn op zondag dicht. Die konden niet bij Romee langs brengen. Die neem ik morgen mee. Maar ik zei een groot boeket. Maar het is echt mega groot en mooi. Dus ik ga het even laten zien. Hey. Hi! Hey, zwaaien. Nou, dit is Olivia haar speelparadijs. Hallo! Ga maar lopen naar de camera. Ja, voor de camera doe je alles, hè? Ja. En dan heb ik hier even de bloemen neergezet. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Maar ik zal het morgen in het daglicht nog ook eventjes doen. Als ik mijn deur open doe, zie je het wel denk ik wat beter. Ze heeft Jasmijn weer helemaal mooi geregeld, zo kort dag. Want wij wisten natuurlijk van niks. Dus ik heb echt binnen no time alles moeten regelen. Maar tot nu toe is het helemaal gelukt. En het zijn dus een hele grote bos witte rozen. Love it, love it, love it. En dus Frankie. En ik stoot net het bakje water om. Hey, dat is mijn mooiste. Dat is mijn mooiste. Hey, Olivia. Ga maar zwaaien. Hallo. Ik dacht dat ik te weinig had. Nee, het is een bus vol, Marie. Ja. Oh ja, dat zijn die letters. Mr. en Mrs. Ja, dat gaan we eerst maar even uithalen. Nou, nu ziet het nog zo uit, jongens. Hier willen we allemaal witte ballonnen doen. Ja, ik dacht dus Mr. en Mrs. hier op diezelfde band. Maar we moeten even kijken. Ja. De bloemen hebben we al neergezet van Jasmijn voor de meende. De taart komt nog, maar de ballonnen zijn er. Oh, dat is mooi. Wow.
Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is het voordeel van een baby hebben. Hoef je niet mee helpen te tillen? Nee. Waar zijn we nou? We zijn nu bij Romein Daan een huis en Van Bel. We gaan alles mooi versieren. Ik heb Mr. en Mrs. We hebben allemaal witte ballonnen met gouden linten. Het wordt zo mooi. En ik heb er 200 gedaan. En wie weet hoeveel het in een tros zit. Ik dacht, dan heb ik te weinig. Want ik wil echt overal waar je kijkt, balloons. Ja! Goed zwaaien! Goed zo! Dat is klappen. Het wordt echt zo leuk. Een taart. Ze gaan echt verrast zijn. Tenminste dat we nog iets hebben kunnen doen met Jacqueline is er, de moeder van Daan, mama en ik. Christy en Soraya komen ook nog wat voor ze brengen. Super lief. En de taart komt nog. Dus het wordt een drukke boel. Oké. Nou, Christy heeft allemaal leuke foto's van Soraya uitgeprint voor de ballonnen. Super leuk. En Jacqueline, mama en ik hebben alle ballonnen hier nu. Oh my god. Nou, dat was Lydia. Dat was bijna mijn zesde camera ook alweer kapot. Allemaal leuke fotootjes van Romein Daan en Bel. We hebben door het hele huis ballonnen. En als je dan denkt, nee, het is nog genoeg. We hebben hier ook nog nee. Overal ballonnen. Zo leuk. Ballonnen. Het is echt een ballonnenbos. En je staat nu net voor mijn missus en missus. Oh, goed zo. Wauw. Dat is mooi. Nou, dat is toch te leuk. Bloemen, ja, de taart enig. Komt nog. Enig. En dan hebben we nog hier een paar ballonnetjes gedaan. Bij het bed. Superleuk. Een ballonnengordijn. Een ballonnengordijn. Nou, die zullen helemaal verrast zijn. Helemaal omdat wij natuurlijk van niks afwisten en zo in korte tijd alles hebben geregeld. Maar die is ook zo schattig. Alles is schattig. Marie, jullie huis schiet al op. Hoe gaat het met jullie huis? Ja, het huis gaat mega snel. We hadden inderdaad heel veel vragen gekregen waarvoor jij, ik en Livia niet mee waren naar de vakantievlog. Ja, maar over Lucy Han. En mensen zeiden al, we zagen het al, want jullie breekt Marie minder. Ik zie deze meid naast mij elke dag. Elke dag. Geldt nu. Nee, wij waren heel druk met de huisverbouwing bezig. Aangezien wij echt op het laatste stadium zijn. Dus we hebben echt een vloer verwarm gelegd. De pui zit erin. De trappen zitten erin en alle gipsplaten. Kijk, het is echt. Over 2 weken ligt onze vloer er gewoon in en wordt de keuken geleverd. Dus het is echt heel erg leuk. Dus Livia kan niet wachten. Krijgt eindelijk haar eigen slaapkamertje, tuintje, hondjes. Ja, dit is echt helemaal James' project. Ik vind echt dat hij het goed doet. Zij is eigenlijk onze aannemer. Die is elke dag in contact over alles hoe het moet. En de spots en et cetera. Het bevalt hem zo goed dat we misschien wel denken van niet zo'n groot project. Dat we denken van dat die appartementen of zo gaat verbouwen. Het gaat zo goed allemaal. En hij vindt het ook heel leuk om te doen. En je ziet ook, alles gaat heel goed. Dus we hebben geen enkel vertragingje gehad. Klopt dat? Oh ja, en je ziet ook in deze week vlog Livia al lopen langs de bank. Jawel. Deze meid kan je niet zien. Wil niet meer stilzitten. Je wil lopen. Zoals je kan zien wil Livia niet meer zitten. Ze wil alleen maar lopen, staan. En dat doet ze nu eigenlijk echt al een maandje. En ik denk dat ze met haar verjaardag... dat het helemaal lopen is, hè, Sol? En dan het laatste wat je in de vlog ziet. Wie hebben allemaal geholpen met het huis te versieren van Daan en Romee? Nou, mama en ik waren er met Jacqueline als eerste. Wat een hectische vlog. Dat is de moeder van Daan, die kwam heel lief helpen. Christy en Soraya hadden ook nog verrassingen voor Romee. Ja, met allemaal kaartjes. Dus we hebben uiteindelijk met Maria sweet cake, een heerlijke taart. En dan met de ballonnen. Dus het is echt uiteindelijk... Ballonnen werden weer geregeld door Hippe Puree. Eigenlijk werken wij nog steeds samen met onze standaard partners. En dat wil niet zeggen dat wij nooit iets betalen. En wij betalen ze ook. Ja. Maar wij zijn gewoon mega gek op Hippe Puree, Maria sweet cake en jasmijnbloemen. Voor de mooie rozen. Lief, dus ze waren mega verrast. Allebei huilen. Die hebben volgens mij nog 2 uur lang in de woonkamer gezeten voordat ze gingen slapen om bij te komen. Helemaal emotioneel. Dus nee, die waren heel erg blij mee. De rozen waren trouwens van Jasmijn Bloembinders. Heel mooi. En grappig dat je een jaar geleden zo'n relaxte dagboeksetting had. En nu is het altijd met de baby's. Heel rommelig, maar that's life. That's life. At the moment van ons. Dus wat gaan jullie in de volgende week vlog zien? Dat is eigenlijk de bachelorette van ons nichtje. Bed. Ja, en we noemen het expres de bachelorette van Bed. Want ze heet eigenlijk Elisabeth, maar ik noem haar allemaal mijn hele leven Bed. Ja. Dus hadden wij eigenlijk gezond, hè? Petjes laten maken. We gaan naar Bloomfield voor het trouwjurkje te passen. Dus als jullie benieuwd zijn, blijf kijken. Hij is extra blij abonneren. Hey. Hey. Ga je zwaaien? Maar dag! Ga maar zwaaien, je doet het altijd. Ga zwaaien. Ga zwaaien. Hiep, hiep. Hoera! Ga je zwaaien? Ga maar zwaaien, Lilo. Lilo, schoutertje! Dit is elke dag. Ga je zwaaien!
zwaaien. Je doet dit elke dag. Alleen niet op camera. Ga zwaaien. Ja. Dag. Oh, die stoute koppelaar. Dag. Ik kan wel zien dat wij naar Ibiza zijn geweest. Kijk eens. Hij heeft een pasja romper aan. Pasja baby. Oh. Een pasja romper aan. Je ziet mij nu pas, hè? Dat ik er ben. En Rocket is heel lief. En heel rustig. Hello. Oké, dus dank jullie wel voor het kijken nogmaals. Love, Reinders. En volgende week ga je ook nog zien hoe we de fotoshoot hebben van Livia en jou. Op kantoor. Ja. En we gaan nog een shoot doen met Livia en Reinders collectie. Dus... ja. Dat kan helaas niet met Rocket. Dus we gaan nog een kusje. Camera ook. Ja. Ja. Oké. Okay. Love jullie. Dag.